beetje te boven, want het was zo'n geweldige eerste helft voor jullie. Nee, dat is nog even te vroeg hè, na de wedstrijd. Ja, nee, het was zeker een geweldige eerste helft. We deden alles goed. Ik denk dat we amper kans weggegeven hebben. Voor mij in de 28e minuut schiet je eerst voor de keer op de goal en dat was niet eens echt een goed schot. En wij kwamen er geweldig uit en we waren natuurlijk effectief. En we hadden nog meer kansen. John de Betaken nog vlak voor is op de 0-3. Dus de eerste helft helemaal keer niks aan. Voel je ook een beetje bestolen in de eerste helft? Er was twee keer een moment dat Geuze Buurkeli een vrije trap net buiten het 16 meter gebied had kunnen en misschien wel moeten geven. Ja, die heb ik niet gezien. Wat mij opviel dan, denk ik, als Klaasje dan twee behoorlijke zware overtredingen maakt, dat hij dan geen geel durft te geven. Vind ik altijd van die dingen, denk ik van ja, dat heeft geen invloed op de wedstrijd hoor. Maar ja, dat vind ik altijd apart. Dat werkt, dat zeggen ze dan helaas op dit niveau. Hè. Dus nee, voel me niet bestolen. Zag je nog dat Van Weert die eerste in buitenspelpositie maakt? Ja, het maakt allemaal niet uit voor jou, denk ik. Maar... Nee, hij stond wel heel vrij, vond ik. Hij staat zo vrij, dus ik zag niet precies goed waar die bal vandaan kwam. Voor mij van Rick Kruis. Dus dat zou kunnen dat het buitenspel was. Jij hebt gezien. Dus het was zeker buitenspel. Ja. Wist jij gelijk toen Matthij Hens maakte en eraf moest, dit wordt toch nog een heel moeilijke wedstrijd voor ons? Ja, dat weet je natuurlijk. Wij lopen al op een stoppen van tenen en dan gaat het stormen en dan kan je bijna niet meer eruit komen. Ja, en dan moet je gekund als oplossing, omdat we Kevin Diem helaas geblesseerd hebben. Daan Bobeg deed het niet slecht trouwens, zo centraal. Ja, dan gaan er zoveel kansen vallen, dan moet je geluk hebben en dan moet de keeper alles pakken en dan weet je... Dat je dan blij zijn als je nog een puntje mag halen, maar dat zat er helaas niet in. Toch zat daarmee met de strafschop heel dichtbij, hè? Nou, eerlijk gezegd, hij moet hem hebben, want we hebben doorgesproken dat hij die hoek kwam. Dus voor mij was hij niet geweldig ingeschoten, dus hij wist welke hoek die kwam. Dus ik denk, dan moet je hem hebben volgens mij. Ja, ik heb op de radio gezegd van als Feyenoord voor minuut nummer 80 2-2 maakt, gaan ze winnen. Dacht je ook zoiets op de bank al? Ja, zeker. Dat zeg ik. Je bent alleen maar aan het tegenhouden en je ziet bijna jongens inderdaad bijna omvallen. Dus dan wordt het steeds lastiger. Dus het is zuur, want ik had wel het gevoel dat we een puntje verdiend hadden vandaag. Ja, slotvraag, want je moet naar binnen naar de tv-collega's toe. Van, het is altijd een beetje cliché, maar ik ga het toch stellen, zeker na deze middag, van je kunt als trainer ook wel eens voortborduren op wedstrijden waarin je verliest. Hè. Jij moet vandaag zeker aanknopingspunten hebben gezien. Ja, dat zie ik gelukkig heel vaak bij mijn ploeg. Dus dat is fantastisch, een geweldige ploeg om mee te werken. En de eerste helft zeg ik, hebben we alles gedaan zoals we het wilden. Hè. Dus het was super. Ja, dan komt zo'n tweede overheen. Dus het overheerst ook wel, nog niet helemaal, natuurlijk teleurstelling nu, maar wel ook dat we het goed voor elkaar hebben. En geeft hoop voor de toekomst. Ga je 3 mei terugkeren in dit stadion, de dag van de bekerfinale, tenslotte nu echt? Ja, dat is wel ons plan, ja, absoluut.